Welkom allemaal in deze heel speciale week. De week dat iedereen leest. Wij nemen u mee naar de familie van voorlezen. En gisteren maakten jullie al kennis met twee van de zeven geitjes. Vandaag gaan we naar nummer drie. Theo! Joe! Theo! Dat is niet te doen. Oké, ja, hopla! Zullen we een boekje lezen? Oké, we gaan... Die van de trein. Die van de trein? Oké, die gaan we lezen. Hè? Deze was het. Goed. Oh, zeg. Ja, het huisje van de familie van voorlezen lag vol boeken. Overal boeken, hè, Theo? Overal. In het bad, in het bed, onder de kast, op de kast, in de kast. Waar lagen er nog allemaal boeken? Hier, op de bank. Ja, buiten, in het gras. Overal. En sommige boekjes, daar kon je in bijten. Jouw broertjes die bijten soms in de boeken. Ja, je kan ook ruiken aan boeken. Snuffelen in boeken. En sommige boeken zijn een schat. Zullen wij deze schat openmaken, Theo? Oh, wauw. Als de bomen straks gaan rijden. Frank Adam staat hier. Weet je wie Frank Adam is? Dat is de schrijver. Die meneer heeft al die verhaaltjes geschreven. En dan hebben we mevrouwtje Milja Praagman. En zij heeft al die mooie tekeningen gemaakt. In sommige boeken mag je niet bijten, hè? Nee, dit boek is zo'n grote schat. Daar moeten wij heel veel zorg van dragen. Kan jij dat ook zorg dragen van de boeken? Ja, hè. Maak het boek eens open. Heel voorzichtjes, hè. Oh, heel voorzichtjes. Oh. Wat zie je allemaal? De paddenstoelen. Ja. De paddenstoelen hebben een mondje. En kijk nu eens wat er gebeurt als de paddenstoelen het blad omdraaien. Dan is het een bloemetje. Een bloemetje. Oh, boekjes kunnen vliegen. Vliegen in de blauwe lucht als een vlinder. En dan komt de vlinder terug op jouw schoot. Oh, wat is dat, Theo? Dat is de grote boze. Wow. Moet zijn bek terug dicht? Ja, zo. En dan doen we hem weer open. Ah. Nog een keer. Ah. Nog een keer. Ah. 1, 2, 3. Ja. Nog een keer, 1, 2, 3. Wat is dat? Het grote bos. En in het bos... Ja, daar slaapt een meisje onder de grote maan. En het boekje is ge... Bam! Ja! Zeg het maar, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.